Welkom. We zijn nu aanwezig bij Ans van den Burgt aan de Kerkstraat in Berchem. Daar wordt nu op dit moment volop blaren geprikt en massages gegeven vanwege de Vierdaagse die weer is begonnen. We gaan een aantal mensen interviewen, in ieder geval één die nu op de bank ligt, om te kijken hoe het gegaan is deze dag. We staan nu aan een massagetafel waar al volop gemasseerd wordt. Voor de hoeveelste keer loop jij de Vierdaagse mee? Voor de 8e keer mee. En ik hoop er voor de 6e keer uit te lopen. Oké. Okay. Heb je vandaag al wat dingen meegemaakt? Geen bijzonderheden. Enkele mensen die wel langs de kant zaten en hulp kregen. Dus die bevangen waren door de hitte. Heb ik op meerdere plekken gezien in ieder geval. Het was het wel een beetje te doen. Het was op zich inderdaad behoorlijk warm. Ja, op plekken waar alle afstanden bij elkaar komen, was het wel te doen. Hoeveel kilometer heb jij gelopen? 50. Dat is een behoorlijk eind. Ja, normaal bij de Vierdaagse. Voor mannen wel, hè? Is het in ieder geval 50. En nou krijg je een massage. Heb je veel last van je spieren? Zoals gewoonlijk, gewoon een beetje last. Maar dat hoort erbij, zullen we maar zeggen. En blaren, heb je die? Eén blaartje en een schaafwondje. En heb je nou veel getraind om de Vierdaagse, tenminste hoop je het, uit te kunnen lopen? Ik zie het eigenlijk niet meer als training. Ik ga ook in de winter door met lange afstandwandelingen, zoals 40 kilometer en zo. Okay. En dan hoe laat start je 's ochtends? Rond een uur of 4, kwart over 4, net hoe snel het gaat bij de start. Dat betekent dat je 's ochtends heel vroeg of 's nachts eigenlijk je bed uit moet? Een uurtje of 2. Dat zijn korte nachten dan? Ik ga het gewoon zo meteen gelijk naar bed, na wat gegeten hebben. Ja. Maar is het wel weer leuk om te doen? Is het niet heel massaal, heel druk? Het is een beetje massaal, maar dat is voornamelijk op de punten waar alle afstanden bij elkaar komen en je een beetje smalle wegen hebt. Nou, ik wens je in ieder geval heel veel succes de komende dagen. En met inderdaad een goede massage en blaren prikken gaat dat vast lukken. Het moet goed komen. Dankjewel. Klopt. Maar ik ook met de links ook in de buitenkant van de knie waar ik net in. Ja, dan zullen we daar eens even naar kijken als je omgedraaid bent. Ja, gaan we daar. Het is wel helemaal niks aan. Mensen vind ik dat. Ja, als je dan maar contact hebt, dan moet je goed op ontspanning komen. Dat is een waar zoek je? Oh, dat is van de week toffe, ben je al, denk ik. Van de week ben ik ook weggedoken. Dit heb ik met gehalen. Dat is verdomd smet. Ja. Dit al, ja. Ja, dat is allemaal asfaltuitslag. Ja, dat zien we. Mevrouw, wat zeg ik? Hoe was het lopen vandaag gegaan? Nou, moeilijk. Ja? Ja, echt wel. Ik heb voelt dat er gezeerd is anders. Ja. En dat is ook niet goed. Nee. Ja, als je ritme hebt, dan is het goed. Want inderdaad was je begonnen. En was je half 2 binnen?